Ik wil leren boksen, laat ik je uitleggen waarom. Een maand geleden ging ik namelijk een potje sparren tegen mijn kameraad Jurre en toen gebeurde er dit. Ik wil wraak. En dit zeg ik zeker niet omdat ik één keertje knock-out ben geslagen. Want Jurre en ik hebben altijd een soort van rivaliteit met elkaar. Bijvoorbeeld 3 weken geleden. In een livestream won hij namelijk met armpje drukken voor de ogen van 660 mensen. Nee joh! En helaas bleef het hier niet bij. Jurre heeft mij namelijk een paar keer voor schut gezet tijdens het worstelen. Zitten, armen naar voren. Oh, niet hard. Ik had een sukkeltje afgemaakt. En al deze vernederingen bij elkaar is precies de reden waarom ik de komende 30 dagen boxingtraining ga volgen. Om op dag 30 weer in de ring te staan met Jurre. En wie weet ben ik wel degene die hem dan knock-out slaat. Oh. Jezus. Oh, die voelde ik gewoon. Hij liep vol in mijn jab. Ja, zoals je wel hebt gezien ben ik nog een hele dikke noem. En dus heb ik een goede coach nodig. En het eerste wat ik deed was rammen op mijn toetsenbord in de hoop dat ik iemand kan vinden hier in het afgelegen Friesland. En uiteindelijk, na de juiste zoektermen te hebben ingetypt, had ik iemand gevonden. Genaamd... Hey, welkom bij Patrick Veenstra bij Kickbox en Paaien. En Patrick Veenstra! Patrick Veenstra, I've seen fight before. Is that 32 fights, 19 wins, 12? Ik heb 20 wedstrijden gewonnen, 2 gelijk en 16 onbeslist. Alright, deze professionele bokser gaat mij de komende maand trainen. En dus begonnen we meteen met oefenen. Dit is dag 1. Op dag 1 leerde ik gewoon de basisfundamenten van het boksen. En dus begonnen we met de manier waarop je moet staan met de meeste balans. Je bent links voor, dus staat dit voor, dit. Dicht houden. Eén schouder naar voren doen. Dit hou je zo vast. Dit. Dan ga je een beetje dit. Door je benen en dat. Alright, ik moest een beetje gezakt staan. En sinds ik rechts ben, moet ik mijn linkerbeen voorzetten. En dit zie je ook de meest professionele boxers doen voor de ultieme balans. Maar oké, nu gaan we door met hoe je een flinke stoot kan uitdelen. 1, linkerhand weer terug. Oké, je hebt eigenlijk 2 fundamentele stoten, genaamd de jab en de cross. En dit, dames en heren, is de jab. Dit gebruik je om de tegenstander op afstand te houden en te irriteren. Ga je hand dus hierheen leeg gaan, hè? Terug, nee, ja, hier. Dan ga je nu terug naar je dekking en dan gooi je die weg. Ja, zoals je ziet heb ik nog een hele lange weg te gaan, want dit ziet er totaal niet angstaanjagend uit. En mijn trainer denkt ook van, gast, wat doe je? Dat is het, 1, 2. Dus het moet misschien wat splotten achter elkaar. Ja, maar ontspannen. Laat los. Je moet dus eigenlijk je stoten vanuit je heup naar je tegenstander. En dan moet je je gewoon ontspannen, zodat de stoten van je lichaam springen als het ware. Dus je moet zoeken van je lichaam, draaien, je core. Als je een goede core hebt, dan kun je lekker gaan slaan. Zo, ik ben net opgestaan en het is inmiddels dag 2 en ik ga meteen weer naar boxing training. Zo, ik ben heerlijk even afgezet door mijn ouders en nu ga ik weer keihard trainen. Oké, eerst ga ik even wat calisthenics doen. Dit doen heel veel boxers en het helpt gewoon enorm veel met je kracht, je acceleratie en je conditie, vooral in je spieren. Ook helpt deze oefening namelijk deadlift met je balans. Want je rug moet bijvoorbeeld heel erg sterk blijven als je keihard geklapt wordt. Ik zweer het je, dit is echt een top gym. Alleen deze muziek staat me niet echt aan. Ik moet echt mijn eigen bokshandschoenen gaan kopen, want deze zit vol met zweet. Oké, op dag 2 ging ik mezelf focussen op de techniek van de jab en de cross. De jab doe je namelijk met je linkerhand en de cross met je rechter, omdat ik rechts ben. Maar oké, het fundament van hard slaan komt eigenlijk uit je lichaamsrotatie. En dus, zoals je ziet, moet ik mijn voet goed meedraaien, wil dit gaan lukken. En tegelijkertijd dat ik mijn techniek goed wil uitvoeren, probeer ik wat combinaties te doen. Oké, ik ga nu bepaalde combinaties oefenen tegen dit ding. En dan hoop ik dat het snel, zeg maar, in mijn muscle-mind connectie terechtkomt. Naast het letten op mijn lichaamsrotatie moest ik ook van Patrick ten alle tijde mijn dekking hoog houden. Want ja, anders... Patrick heeft gewoon gelijk. Hoe meer ervaring, hoe beter. En dat is ook best wel logisch eigenlijk. Maar ik heb het gevoel dat het steeds meer automatisch gaat. Oké, je merkt wel dat ik er erg serieus in zit. En dit heeft ook zeker een reden. Sinds mijn tegenstander op dag 30 niet gemaakt is van wattenstokjes. Ik heb geweldsbeheersing techniek. Ook heb ik kickbox ervaring. En deze man heeft letterlijk de grootste biceps van Friesland. En ja mensen, toch blijft hij supersnel in zijn stoten. Mensen noemen hem ook wel Ryan Garcia uit het fucking noorden.
Alright, vandaag een heerlijke sessie gehad. Ik ben echt helemaal kapot. Maar ik heb de tips opgevolgd van Patrick. En Jurre, ik kom je halen, vriend. Alright, ik heb zojuist even wat boodschappen gehaald. En nu ga ik het even lekker bereiden. In Zalmen Avocado zitten superveel gezonde stoffen die ik nodig heb voor mijn boxing skills. Want mijn spieren moeten natuurlijk zo snel mogelijk herstellen met de goede bouwstoffen. Tadaa! Kijk hoe goddelijk dit eruit ziet. Zonder dolle, ik heb nog nooit zulke lekkere zalmen op. Is het lekker? Heerlijk. Oké, zoals eerder aangegeven heeft Jurre superveel snelheid in zijn stoten. En dus is het belangrijk om dat te counteren met nog snellere stoten vanuit mijn kant. Dus het eerste wat ik deed was snelheidsboxing grills oefenen, zoals met een dumbbell slaan. Want als je opeens zonder dat gewicht slaat, sla je sneller. Oké, op dag 10 ging ik voor het eerst sparren. En dit is enorm belangrijk om mijn aangeleerde techniek in het echi toe te passen. Want ja, straks op dag 30 sta ik tegenover Jurre, die zich niet in gaat houden. Alright, ik ga even een beetje in doen omdat we gaan sparren. Alright, het sparren was begonnen en binnen no time maakte ik mijn eerste fout. Ik hield mijn dekking niet hoog en die gast kon mij letterlijk gewoon knock-out slaan als hij wilde. Yo, wie ben jij? Hoe heet je? Ties Dijkstra. En hoe noemen ze jou? De Champ. Okidoki, ik moest het opnemen tegen Ties Dijkstra, a.k.a. The Champ. En deze knakker is 13 jaar. Dus hield ik mij enorm in, omdat ik dit jongetje natuurlijk niet wil breken met mijn harde klappen. Maar oké, door dit niveauverschil kon ik mezelf beter focussen op de daadwerkelijke techniek. En dus had ik één gekke schop van meneertje Champ ontweken. En nadat mijn ego naar mijn hoofd stagneerde, moest ik het opnemen tegen een knakker van 19 jaar. Die er groot, gespierd en ervaren uitzag. Ik zie eruit als een fucking zombie, ouwe. Holy shit. En na deze zware sparsessie moest ik nog even gaan planken en gaan opdrukken. Ben je gek, man? Besef, die gast is 13 en houdt dat langer vol dan ik. Ja, en terwijl Ties de Champ lekker aan het opdrukken was, was ik aan het luieren op de grond. En helaas zag mijn trainer Patrick dit ook. En kwam hij met wat advies aanzetten. En het is een mentaal stukje, dus stel je voor, je staat met in de ring, dan is het mentaal allemaal een mentaal stukje. Dus. Oké, het schijnt dus dat ik morgen fucking veel spierpijn ga krijgen, dus daar heb ik totaal geen zin in eigenlijk. Zo, ik ben net opgestaan. Oh, wat taai dit zeg. Wow, yo. Ik voel hem in mijn been. Weet je wat ik ga doen? Ik ga even een koude douche pakken. Patrick heeft gelijk. Als je goed wilt worden in kickboksen is het niet alleen een fysieke strijd, maar ook een mentale. Zoals de keuze maken om knetterkoud te gaan douchen voor goede spierherstel. Alright, nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik ga nu letterlijk een uur lang tegen een fucking boksbal aanslaan. Met kickboksen leer je het meest van zoveel mogelijk je stoten herhalen. En tegelijkertijd train je daar je conditie mee, wat ook een groot deel uitmaakt van deze sport. En sinds je je conditie traint, zweet je enorm veel. En daarom is het belangrijk dat je goede kleding draagt. Anders stink je al gauw naar natte hond. Deze kleding van Gymshark is super luchtig en helpt mij enorm met het sporten. Dus als jij ook Gymshark kleding wilt gaan halen, linkje staat in de beschrijving. Alright, ik ben nu even lekker 50 kilometer ongeveer aan het fietsen. Conditie, belangrijk jongens. Oké, ik ga nu vooral op snelheid oefenen, dat mijn jabs zo snel mogelijk worden. En dan moet ik ondertussen ook nog mijn dekking goed bewaren. Ik heb in tijdenlang nog nooit zo'n productieve gymsessie gehad zoals deze. Wow, yo. Oké, ik heb de afgelopen dagen echt flinke progressie geboekt. En dit wilde ik ook dolsgraag zo houden, ondanks dat ik op vakantie ben. Ik heb echt heel veel zin in slaap, omdat ik een enorm dikke jetlag heb. Maar ik ben nooit te moe voor wat push-ups. Ik zit nu in een hotel en raad eens wat ik ga doen. Ik ga even lekker gymmen. Zo, ik heb echt een bord vol met proteïne gepakt. Do you think it's possible to become a professional boxer in 30 days? Nah, I don't think so. Dames en heren, hier achter mij is Muscle Beach ofzo. Dat is een super bekende, ja, calisthenics plaats als het ware. En hier is gewoon de fitnessindustrie geboren in 1934, besef even. Dus leek het mij perfect om hier even te gaan trainen. En terwijl ik bezig was, zag ik iemand achter mij op een bankje zitten. Die er aardig gespierd uitzag, dus ik liep er even naartoe. What's up guys, it's your boy Jay Ransom. You know, I'm with my mans right here. He's trying to get good at boxing in 30 days. I think he can do it. Deze gast is echt insane goed, joh. Die gaat mij wel wat leren. Jurre, ik zou bang zijn. Oké, eerst ging hij mijn jab en cross beoordelen. Yeah.
Oké. Nou, je kan het. Oké, ik kan goed stoten, maar kan ik ook goed schoppen? Oké, ja, dat kick. Oké, dat kick is definitely there. Yeah? I like that. So when you're kicking, you step to the foot, you get up on the toe, and this is what you spin off of. Yeah! Oké, dus je moet je heup erin brengen plus je voet meedraaien voor een harde schop. Alleen, wat deed ik met mijn dekking terwijl ik deze nieuwe techniek leerde? Dat ziet er natuurlijk niet uit en dit viel hem ook op, dus gaf hij me even wat advies erover. Yo, you see how this hand is walking right here? They want to punch, I catch it. Uh-huh. Oh yeah, you see how when you pull the arm back you do that extra power? Yeah. Oh, look at the bag is swinging! Yes sir, I like that. Alright, met deze tips van deze aardige knul heb ik flinke stappen gemaakt als het gaat om mijn low kicks. Alright, ik ga vandaag weer lekker in de bokstraining meepakken. Ja, ik was weer heerlijk fris en fruitig thuisgekomen en dus ging ik weer hard aan de bak. Holy shit, mijn conditie wordt steeds en steeds beter. Je ziet dat mijn lichaamsrotatie echt enorm goed is, waardoor mijn klappen dus harder aankomen. En ik merk ook, omdat ik heel erg herhalend train, dat mijn techniek gewoon beter wordt. Oké, het is mooi geweest voor vandaag. Oh, ik merk wel dat ik vooruit ga boeken. Oké, het is alweer bijna dag 30. En als laatste voorbereiding ga ik naar iemand toe die een van de meest bekeken bokswedstrijden in Nederland heeft gehad. Namelijk Harm. Deze bekende YouTuber heeft een lange tijd gebokst en Snapking in elkaar getimmerd. En ik ben er zwaar van overtuigd dat ik beter ben dan Snapking. Dus ga ik zelf ook even de strijd aan met Harm om mijn boxing skills nog een keertje voor het grote gevecht te oefenen. Oké, dit is nog alleen maar de warming up. En zo ga ik even een rondje sparren. Hij is langer en zwaarder dan ik, dus ik denk dat ik er aan ga. Wat is dit? Je hebt gewoon een stuk plastic van een fucking fiets afgetrokken of zo. Dit is toch geen bitje, man? Oh, ik wil dat zo graag op rammen. Ja? Gaan jullie elkaar nog slaan of wat? Jullie gaan ook echt alle kanten op, jongens. Ja, zoals je ziet maakt Harm mij hier gewoon belachelijk en Jeroen lacht me uit. Dus werd ik een beetje boos en hield ik een agressievere boxingstijl. Zoals je ziet raak ik al snel vermoeid, puur omdat we heel veel lopen. En ik ben nog redelijk gespannen, omdat ik oprecht zenuwachtig ben voor dit gevecht. Maar toch, ondanks mijn vermoeidheid houd ik goed mijn dekking en heb ik nog geen volle stoot van Harm hoeven te incasseren. Jezus. Oh, die voelde ik gewoon. Hij liep vol in mijn jab. Dit hoort erbij, man. Oké, met deze fight zie je goed dat ik soms even mijn techniek vergeet, omdat ik puur in het moment aan het vechten ben. Ook beweeg ik mijn hoofd naar beneden als Harm heel erg aanvallend doet. Je loopt een beetje zo dood erin. Ik hoef maar één keer zo te doen, dan is het weer zo een kopje letter van opstoot. Alright, het is ondertussen dag 22 en ik ga nog even exclusieve pet training krijgen. Of pets training. 3, 5, ja. Eigenlijk moet ik in een soort van momentum komen dat ik constant doorstoot, constant blijf letten waar ik mijn dekking hou en gewoon de techniek helemaal perfectioneer. 2, 3, 4, 5. Steeds nergens aan denken, maar gewoon je ding doen. Gewoon doen, ademen, blijven focussen op die stoot, die trap, die stoot. Gewoon kijken. Oké, na deze intense pettraining omringde ik mij snel weer met koud water. En dit doen ook heel veel professionele boxers, net zoals de beste bokser ter wereld, Floyd Mayweather. Hij doet dit eigenlijk omdat zijn verzuring en spierpijn van zijn spieren sneller overgaat. Ook krijg je hier een energieke kick van, waardoor je meteen weer volle bak kan gaan sporten. Ik ben Yuri en ik ga nu 4 maanden naar sportschool serieus en ik zal Frank eens even in elkaar slaan. Jup, dat zie je goed. Als bokser moet je ook heel goed leren om stoten te incasseren. Dit doe je eigenlijk omdat als je tijdens een wedstrijd een paar rake klappen krijgt, gewoon wilt doorvechten. En niet als een poesie meteen knock-out in de hoek ligt. En om mijn incasserende kwaliteiten op de proef te stellen, ga ik kort sparren tegen iemand die 4 jaar op kickbox heeft gezeten, een kop groter is en 10 kilo zwaarder weegt. Ja, na deze pijnlijke sparsessie gaf hij mij nog even wat tips voor het gevecht tegen Jurre.
dit raad ik jou heel erg aan voor dag 30. Om gewoon lekker afstand te houden. Dus gewoon afstand behouden ook. Dus gewoon telkens jab. En druk zetten. Zodra je druk zet, weet die ander niet wat hij moet doen. Alright, de afgelopen maand heb ik echt alles op alles gezet. Puur om wraak te nemen op het feit dat Jurre altijd van mij wint. Met armpje drukken, worstelen en zelfs in atten. Er heerste langzamerhand een rivaliteitsgevoel die ik eens en voor altijd wilde winnen. En toen hij mij letterlijk zwart voor mijn ogen sloeg, was er een snaar gebroken. En nu is eindelijk het moment gekomen dat ik die gebroken snaar weer kan gaan herstellen door middel van een bokswedstrijd. Het is eindelijk zover, dag 30. Je gaat eraan, vriend. Jij gaat eraan, vriend. Wie denk jij wie gaat winnen? Ik denk... Maar gelukkig dat jij wint. Alright, voordat onze wedstrijd begon deden we nog even een snelle warming-up en hadden we de perfecte luchtige broekjes aan van Gymshark. Eerlijk gevecht jongens, hoofd, lichaam, geen gekke dingen. En start! Oké, in de eerste ronde heeft Jurre de overhand. Hij oogt iets meer de controle over zijn stoten en is overigens wat meer geconcentreerd. Maar zoals je ziet ben ik wat langer en wat zwaarder en komen mijn stoten dus harder aan. Ook zie je aan Jurre dat hij veel energie stopt in ronde 1. Terwijl ik ronde 2 en 3 nog goed in mijn achterhoofd heb en daarop dus energie bespaar. Je kon heel goed merken dat ik de afgelopen dagen aan mijn conditie had gewerkt. En meneertje je bicep juist niet. Dus wist ik dat ik deze ronde echt moest gaan doorpakken om te winnen. En misschien de knockout te slaan. Oké, om heel eerlijk te zijn hadden we beide nog geen echte keiharde stoot te hoeven incasseren. Maar gelukkig wist ik in mijn achterhoofd dat Jurre een flinke hoekstoot stond op te wachten. Het is vermoeiend. Oké, de laatste ronde was aangebroken. En wilde ik die knockout nog uitdelen, moest het gebeuren in deze allerlaatste ronde. Laatste ronde. En tik aan en go. Oké, ik was nu heel erg gefocust om openingen te zoeken tussen Jurre en Dekking. Puur om die knockout uit te delen en de rivaliteit tussen ons twee voor eens en altijd te beëindigen. Het zwaarste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Holy fuck. Wie heeft er gewonnen? De eerste ronde was jij wat beter. De tweede ronde ging jij wat. De derde ronde ging het om en om. We hebben twee winnaars. Oh. Ja, was zeker. Echt gelijk spel? Ja, gelijk spel. Ja. Vond ik wel, vond ik wel. Lekker maar. Maar geen geboren talent. Nee, geen. Nee, ja. Ja.